Tjalla man. Fakka, hoe gaat het? Jawel, ik ga niet klagen. Ik ben helemaal nerveus. Ik weet niet wat er was met deze battle. Maar ja, kan de beste gebeuren. Was je nerveus? Ik ben lang niet, hoezo? Lang niet geweest hier bij Poyo B, je weet toch? En slechte voorbereiding denk ik misschien. Dus dat gebeurt er als je je eigen niet goed voorbereidt. Ook Tjalla man kan verschut gaan. Het was een soort van meer als de eerste keer of zo, voelde het een beetje. Ja, het was een beetje, was niet zoals hoe ik had verwacht om mijn eigen op de map te zetten, weet je. Maar het kan gebeuren, zoals ik al zei. En had je verwacht van Zack dat hij zo zou komen? Ik denk dat hij ook veel shit van zijn shit was vergeten, waardoor ik ook wel bij mijn eigen merkte van hey, hij doet ook niet zo goed zijn best. En ik zat al de hele tijd te denken van wat is er? Wat is er mis met die man zijn spit? Is freestyle of? Oké, Tjalla man die is zeg maar al een tijdje in punch-out. Wat is voor jou eigenlijk een beetje de next step? Wat is voor jou het volgende hoofdstuk eigenlijk? Ja kijk, met de curriculum vitae wat ik nou heb. Ja, wie weet dat iemand het ooit een keertje ziet en dat hij zegt van hey Tjalla man, weet je wat, ik heb wat voor je te doen. In de entertainment of in de televisiewereld, wat dan? En wie is je volgende tegenstander binnen POB? Mij maakt niet uit man, ik heb net iedereen uitgescholden. Stef, is de keus. Al die niggas die allemaal tegen mij opkijken, die moeten nou denken dat ik niet kan spitten door dit filmpje, want ik deed het niet echt goed man. Nou, ik hoop je vaker te zien bij Punch-Out man. Dankjewel man. Okay.